Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we wat bewolking vanuit het westen naderen. Dat hangt allemaal samen met een zwakke storing die van west naar oost over het land trekt en die voor de aanvoer van koelere lucht gaat zorgen. De wind gaat geleidelijk overal draaien naar een westelijke richting en die neemt behoorlijk toe. In de ochtend is het nog flink warm, tussen de 20 en 26 graden. Uiteindelijk in de middag wordt het zo'n 21 graden aan de westkust, tot lokaal nog 30 graden langs de oostgrens. Voor de rest is het Vrij zonnig, maar er zijn ook wat wolken, al blijft het wel droog. Vanavond ook brede opklaringen. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20 en de westelijke wind neemt tijdelijk weer wat af. Morgen neemt hij dan weer toe: een matige tot vrij krachtige westenwind. tot 19 graden in het noordwesten, De lokaal nog een zomerse 25 graden in het zuidoosten. Misschien dat er lokaal een enkel buitje in het noordoosten ontstaat, maar voor de rest blijft het droog. Dat geldt ook voor de dinsdag, woensdag en donderdag, overwegend droog weer, vrij zonnig en een middagtemperatuur zo tussen de 16 graden aan de kust en lokaal 22 graden in het zuidoosten. Op de donderdag wordt het wat warmer. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.